Beste Ilja, zegt Jim, de Italianen drinken Prosecco, de Spanjaarden Cava en de Fransen Champagne. Worden deze mousserende wijnen op dezelfde wijze gemaakt? En welke van deze drie vind jij het lekkerst? Nou, Jim, die manieren van maken die verschillen nogal. Champagne, dat is de duurste. Dat wordt gemaakt van 3 druivensoorten, minimaal. En dat gist in de fles. En dat moet een maatje of 15 rijpen, minimaal, voordat het champagne mag heten. Cava wordt ook gemaakt van 3 druivensoorten. Gist ook in de fles. Rijpt minder lang, 9 maanden. Is ook best wel prijzig. En de goedkoopste is Prosecco. Wordt gemaakt van 1 druif. En het gist niet in de fles, maar het gist in roestvrijstalen tanks. Welke van de 3 vind ik het lekkerste? Nou, Jim, ik moet je zeggen, geen van 3. Ik vind al dat spul helemaal niet lekker. Ik vind namelijk die belletjes niet zo jovel. Die komen direct, door die belletjes komen de alcohol in je bloed. En daar word je raar van. Dus ik laat het lekker staan en ik neem een mooi glaasje rode wijn of witte wijn. Veel lekkerder.